De gotische drongenhoofdkapel in het Patershol in Gent was vandaag en gisteren weer heel even geopend voor het publiek. Sinds enkele weken kan je er naar een unieke tentoonstelling komen kijken, met werk van drie bekende kunstenaars. Dit glasraam, Transparity, van Wim Delvoye, kleurt al sinds 2000 de drongenhoofdkapel. Delvoye maakte het werk voor de openluchttentoonstelling Over the Edges, maar het werk bleef er sindsdien hangen. De lichtinval van Delvoye's glasraam valt neer op het werk van Berlinde de Bruikere, Onte. Het stelt een veule voor dat rust op een massief leistenen rotsblok. Het is een typerend werk van Berlinde de Bruikere, die telkens de aandacht vestigt op kwetsbaarheid en de broosheid van het leven. Het werk van Berlinde de Bruikere, Ont, dus schaamte, beschaamdheid, is eigenlijk een veulentje, een dood veulentje, dat op een heel zware steen ligt. En het mijns inziens drukt het fragiliteit uit, schaamte. En het is nogal een emotionele ervaring als je ernaar komt kijken eigenlijk. Maar dat is meestal zo met de werken van Berlinde. Deze tentoonstelling kwam eerder toevallig tot stand. Het werk van Berlinde de Bruikere zocht een tijdelijk onderkomen voor 3 jaar, vooraleer het naar zijn definitieve plaats zal worden gebracht. De ontwijde drongenhoofdkapel bleek het ideale decor om het emotionele werk van de Bruikere te exposeren, samen met het glasraam van Wim Delvoye en de videokunst van Dirk Braakman. De leegte en de duisternis in de drongenhoofdkapel versterken de serene sfeer die van de kunstwerken uitgaat. Het is de perfecte combinatie. De bezoeker moet ook niet schrikken als hij binnenkomt. Het is een beetje donker en dat is speciaal om die sfeer te bewaren, die sereniteit. En natuurlijk ook om de videoprojectie van Dirk Braakman goed te kunnen zien eigenlijk. En de puurheid en eenvoud van de drongenhoofdkapel inspireert duidelijk. Want het is de bedoeling dat hier nog meer kunstvormen zullen worden tentoongesteld. De komende 3 jaar kan je nog naar deze unieke expositie komen kijken, op enkele specifieke momenten. Dus het gaat open zijn gedurende 3 jaar. Wanneer precies, dat weten we nog niet. Dus daarom moet u inschrijven op de nieuwsbrief van Cultuur Gent. Of als u inschrijft via info@drongenhofkapel.be hier om een keer te komen bezoeken, krijgt u ook automatisch de nieuwsbrief. En dan zal u melding krijgen van wanneer dat er nog iets, een event te doen is of wanneer dat gewoon de expo kan bekeken worden.